Welkom bij een nieuwe video. Wij hebben het idee om te gaan vloggen elk uur. Hè, Marije? We hebben gisteren al gedaan. Dus we gaan eerst gisteren laten zien onze pogingen tot elk uur filmen. En dan gaan we vandaag poging 2 doen. Dus hier komt poging 1. Welkom bij een nieuwe video. Sorry, Marije. Zo vreselijk. Ik voelde exact letterlijk met mijn hart zelf door de grond heen. Dat was zo... alsof je het ging van kom gaan iedereen in de straat. Sorry. Oh, dat kan ik niet eens meer doen. Sorry. In ieder geval, welkom bij een nieuwe video. Dag, Marije en ik gaan een... we gaan elk uur proberen te volgen. Ja. Dus nu is het... Ik heb een haar aan mijn hand. Ik wil zeggen, misschien kan ik... Maar hij heeft een horloge, maar klok kijk ik al zien. Oké, het is 21:50. Wij gaan half weg. Maar we gaan dan niet om het uur precies doen. Maar we doen het van dat je tussen 10 en 11 uur. Tussen 11 en 12 uur. Nou, niet tussen 10 en 11, want dat ook wel, dat doen we nu. Right. En dan proberen we het zo lang mogelijk. Nou, niet zo lang mogelijk volhouden, maar wanneer we gaan slapen. Dus elke uur proberen we ietsje filmen. Right. Gaat het lukken? Nee, ik ook niet. We zijn zo awkward met mensen. En dan als je buiten bent, ga je normaal niks filmen. Maar ja, dit is mijn outfit. Mijn outfit check. Vest, truitje, strak truitje en mijn broek. Kan je dat zien? Hoe film ik dit allemaal? Ik dacht eerst dat er Engels op staat, maar er staat dus Spaans op. Broek. Die heb ik opgehaald met mijn roze blauw en een shirt. Toppie. En mijn jas gaat er ook in. Nou, wij gaan alleen nog even plassen en dat gaan we niet filmen. Dus, tot over in het volgende uur. Zeg maar hallo. Hallo. Het is nu iets kwart over 12, dus we hebben 1 uur alweer gemist. Ja, we zijn al te laat. Ja. Maar dit telt dus voor 2, dus tussen 11 en 12 en 12 en 13. Right. Het is een beetje een drukke stad, dus ik ben een beetje awkward. Ja. Want ze komen elk moment weer naar buiten. We hebben kaarten gekocht. Ja, nou wij niet, maar wij jongen, we zijn niet eens in de... We zijn niet eens in de spotlight. Ja, nee. De zon is in de spotlight. Ja. Mooi weer, zo te zien, hè? Prachtig weer. Het is best wel koud, vind ik. Ik niet. Ik heb gewoon 1 vestje. Ja, Marije ook eigenlijk. Bij de ja. Het lijkt net of we nu een game laten showen, zo. Ja. Gewoon, kijk, mooi. Tot over het, tot in het volgende uur. Zo, swagger. Oh, we zijn op de wc. En we gaan nu een hamburger eten. Yes. Ik maak wel gewoon een foto te maken van de hamburger, zodat ik kan zien wat we aan het zijn. Maar we zijn nu in de wc en het is nu 2:30. Dus ja, we gaan hamburgers eten. Ik kan nog steeds niet ophouden dat jij dat zo snel gaat zien. Ik heb echt zo... Ja, maar ik wist het al toen ik op de wc zat. Nee. En toen ik hierheen ging, wist ik ook hoe laat het was. Dus ja. Ik ben dom. Hamburgers eten. Nou, het is nu volgens mij 12:30. Ja? Hebben we het gezien al? Ja. Marije komt super laat uit bed uit. Dus het had helemaal geen nut om 10 uur of om te filmen. Of om 9 uur om te filmen. Ja, super. Of om 11 uur om te filmen. Hoe laat was? Ik was er gewoon kwart vooruit. Ja. Was wel voor 11 uur eruit. Ik ben trots op je. En dus we gaan dan nu elke film. Dus nu hebben we 12:30. Dus dan zometeen tussen 1 uur en 2 uur. Oh, right, ja. Grappig is, wij proberen dit letterlijk op een dag waarvoor we... Wat? Oké, weet je wat? Waar we niks van plan zijn. Ja, maar ik wilde het plannen op een dag dat we ergens heen gingen. Maar ja, als we ergens heen gaan, zijn we zo scheiterig dat we nergens filmen. Het is ook van, er zijn zoveel mensen en dan krijg je alleen maar onderkindshots. Ja, dat is altijd zo met ons buiten. En anders, ja, en nu doen we niet echt veel. Ja, ik ben net bezig met school, maar... Ja, ik wil Sims doen. Marije is klaar. Dus ja, laat jij maar ooit zien wat je huis is of zo. Of je simpoppetje. Ja, voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Ja, nee, maar mijn huis is afgekrikt op het moment. Ik had een huis gemaakt, maar ik had geen zin meer om met dat simpoppetje te spelen. Ja, dat heeft iedereen wel. Dat je je simpoppetje aanmaakt en dan heb je zo'n heel leuk idee. En dan na 2 dagen ben je er klaar mee, dus dan ga je een nieuw spel aanmaken. En zo krijg je er dus honderden. Ik ben nu bezig, nou niet nu, maar... Ik ben bezig met 1 poppetje gewoon. Dan ga ik een hele familie doen. Want mijn droom was altijd met Sims om je hele stamboom te hebben. En ik wil altijd weten wat simpoppetjes worden als jij heel lang speelt in die wereld. Oh ja, heb ik dus een overgrootmoeder.
Ja, nee, ik haat het om kinderen te maken. Dan voelt het echt alsof mijn hele zin. Weet je wat wel kut is? Als je bijvoorbeeld twee kinderen hebt, dan moet je kiezen met welk kind je gaat spelen of zo. Oh ja, nou laat die dan lekker doodgaan. Zo. Dat kan ook. Nou, in ieder geval, dit is het eerste uur voor vandaag. Alright. Dus we gaan proberen om elk uur te filmen. We hebben nog 2 minuten in dit uur. Wat doe jij daar niet? We hebben nog maar 2 minuten in het uur. Echt? Dus we waren bijna weer gewoon gefaald dit uur. Marije is Sims aan het spelen. Dit is haar poppetje. Even wachten. Oh, hij is... Ja. Oh, hij is wel mooi. Ik ben bezig met school. Ik hoef nog maar 2 lesjes af te maken. En dan ga ik zo meteen eten, want ik heb honger. En Marije heeft... Geen honger. Mijn stem die wel is afgekrekt in dit ding. Ook gewoon in de tijd. Wil je schilderij eigenlijk zien, Inke? Ja, eigenlijk wel. Wat heb je getekend? Wel gaf ik zo af. Ik heb echt nooit... Kijk, dit. Dit is super raar. Het is gewoon zo'n van wiskunde ding. Oh, even wow. Maar kijk. Wat voor een boom heb je in je huis gepleurd, jongen? Sinds wanneer kan je een boom maken in de Sims? In een bak. Wat voor ding is dat weer? Een pomegranate tree? Ja. Wat is dat ook weer? Het is iets... Wacht, als ik kan hem zo meteen dingen zijn. Oh, okay. Maar kijk deze. Die is toch afgekrekt, jongen? Oh. Kijk, ik heb die irritante beesten weer. Oh ja, dat is heel naar. Ik kan er wel dingen van krijgen, ik weet niet meer wat, maar... Ja, die tering. Weet je wat je ook kan doen? Je kan ook naar je bouwding gaan. Ja. En dan kan je ze verkopen en dan krijg je geld van die kaboutertjes. Serieus? Ja, gewoon doen. Voor mij kan dat. Oh, dat vind ik wel geniaal, want ze bewegen de hele tijd. Ja, I know. 190, zie je? Dus tips voor mensen als je niet meer... Oh, deze is duurder. Als je die dingen niet meer wil hebben... Ik zweer, ze komen binnen 3 seconden terug. Ja, nou een extra meer geld. Precies. Nou, ga je weer verder met Sims spelen. Het is nu 3:15. En ik dacht, we gaan zo naar de winkel. En ik dacht, zo meteen vergeet ik weer dat we moeten filmen. Dus ik ga me omkleden. Want ik ga niet zo naar de winkel met deze broek. Dus ik trek dit aan. Een t-shirtje met een draak. Oké, wacht even. Met een draak. Een broek. Enigste merkbroek wat ik heb, denk ik. En dan een vest. Want een t-shirt is wel heel koud. Oh, kut, ik moet even op slot doen. Voordat ik mensen binnenkrijg die ik niet wil binnenkrijgen. En dan krijg ik een hartaanval. Meestal als ik ergens heen ga, doe ik laatst tijd een mascara op of zo. Maar nu niet, omdat je gaat letterlijk alleen maar naar de supermarkt. Dus het is echt misschien max 2 uurtjes dat je weg bent. En waarom zou je je op gaan maken voor dat? In ieder geval, ja. Dus ik ga me even omkleden en zo. Het is ook zo verdomme koud. Wacht, ik ga kijken. Oké, binnen is het sowieso koud. Maar ik bedoel van, dit is voor deze week. Dus het valt mee, maar het is alsnog niet echt geweldig. Weet je afdeling, maar niet kinderafdeling. Kijk, we hebben hier allemaal van die cute Hot Wheel autootjes. En ik heb daar achter een Tesla gegooid. Ja, kijk even, mensen, dit zijn allemaal van die coole raceautootjes en hier deze. Ja. En dan gooien ze er een is ook nice. En dan gooien ze er een Tesla tussen. Dus ik heb hem erachter gegooid. Omgekeerd al. Ik heb mijn kleding nog aan. Ja, ik ben even super snel. Dit heeft Marije gekocht. Om sokken te maken. Ja, ik ga het proberen nu. Om dikke sokken te proberen te maken. Ja, want met het heeft boven daar ergens. Ze heeft andere zijn dunnere. We hebben allemaal hier een schriftje. Ik heb een roosje. Het maakt niet dat het dunner is. Het gaat erom dat als je erop loopt, dat het dan zeg maar binnen 3 seconden zeg maar een soort van kapot gaat. Ja. Dat gaten in komen en dit is wat dikker. Ja, we hebben een uur overgeslagen. Het is nu 17 over. Nou, het is eigenlijk 20 over, maar ik ben gewoon al 4 of 3 minuten achter. En ik dacht leuk kleur. Ja, ik vind het wel fancy. Weet je wat je hiermee doet? Nou, pak je het allemaal zo. Dit laat hier aan. Kijk naar de rest wat ik hier op heb. Dat is echt waar. Oké. Wat ga jij nu doen? Ja, dat weet je dus niet. Ik heb niet echt pas weer om heen. Ik heb nu, ik ga YouTube starten. Kijken. Ik denk dat ik echt maar een uur sim heb gedaan of zo. Toen voordat ik crashte. Je ziet er zo raar uit met zo'n muts op. Waarom? Is comfort niet. Oh, I know. Comfort over beauty. Ja, dat is niet heel moeilijk bij jou. Oké. Wat? We gaan eten.
En ik dacht, we filmen vast voor dit uur, want we hebben alweer een uur gemist. Zoals we normaal hoor. I know. De Sims weer aan het spelen? Je hebt 35... Chris, hij is gestart. 35.000. Ja, ik ben aan het sparen, hè? Ja, dat is me goed al. Weet je waar ik nu ben? Nee. Oh my god. Nee. Sorry, die zit zo groot dat ik dat niet... Right, ik ben een proper celebrity. Oh my god. Ja, je noemt me dan naar die. Maar kijk, dit is ook mijn hartstikke grote reputatie. Ja, mijn. Dus ik kreeg een baan aangeboden. Dus ik dacht, ik ga gewoon even switchen voor de grappigheid, weet je wel. Maar toen dacht ik van, dat kan niet. Want dat betekent als ik niks meer doe voor famous shit, dan zak ik naar beneden. Ja. Dus dat kan niet. Dus ik wil eigenlijk weer... de andere baan hebben. Ik heb ook echt 2 computers hier staan. Vooral als ik kapot. Nou, kom je eten? Ja, als ik vind hoeveel ik een baan ga zoeken. Ja, dan ga je zo weg, hè? Nee. Wat doe je? Ik moet passen. Jouw woody is even de kleur als de muur. Letterlijk. Ik heb dat dus niet. Nee, dat jij wel. Ja. Maar alleen als je dat aanraakt, vind ik niet zo leuk. Maar ga niet doen, mag je wel niet. Ja, even mijn ding. Hoor je dit? Hoor dan. Oh, ik hoor dat trillen. Hij stelt niet meer schuil op geesten. Koek. Thee. Mandarijn. 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 Oh, het is 7:55. Oh, moeten mensen dat zien? Ja, eigenlijk wel. 7:58. Dat zeg ik. Ik zei 7:58. Ik zei 7:58, dan kan je duidelijk luisteren. Nee. Dat kan je horen. Ik zei over. Nee, jij zei voor. Nee, ik zei over. Jij edit het, dus jij bent een lul. Ja, nee, oh jij. Jij, ik weet het hoor. Ik weet niet dat ik niet de lul ben, want weet je waarom niet? Want ik kan het editen. Ja, fuck off. 7:58. Eigenlijk is deze hele vlog gewoon de helft jouw kop. Oh, ligt ze achter de camera. Die thee. Kom hier met die kutje aan je. Oh mijn god. Ja, ik weet niet waar jij heen filmt, maar het is heel bijzonder daar beneden. Oh. Jij staat gewoon in het gesprek. Ja. Weer. Fucking hell, hé. Ja, ik kan dat niet. Ik moet niet als je. Dat is heel moeilijk voor mij. Ja, I know. Wat doe jij? Dopen. Oh, dat was zo leuk. Ik ben niet wel. Waar ga je heen? Nou, je zei dat ik moest gaan. Oh. Oh, wat betekent een bloemetje? Ja, ik heb geen idee. Ik vond dat zo. Ja, ik heb geen idee. Ik kan jou wel wat leuk zeggen, maar er kwam niks uit. Het was wel vaker zo. Ik kan jou niet daar zien, wacht. Ja, ik zie jou daar. Ik zie jou. Je zit ook als een mongool. Ik zit met mijn buikspieren aangespat. Oh, ik weet dat zo. Ik weet niet of je dat zo kan filmen, maar. Shit. Auw. Wat doe jij? Wacht even. Jezus. Neem jij de camera over? Dan kan ik beter gooien. Moet gewoon. Wat zou je dat toch bij kijken? Ja, ben je daarvoor? Ja. Oké, dat is dan wel. Ja! Het is 10:45. Het is heel grappig dat ik zei dat ik om 10:00 ga slapen of zo. En het is ook grappig dat ik zei dat jij pas om 2:00 gaat slapen. Maar jij gaat ook nog slapen. Vind je van prachtig dat ik dit idee heb? Ja, dat vind ik wel prachtig. Wij hebben nooit een normaal dekbed gehad. Het was altijd
vroeger, echt als klein kind, begonnen met Dora. En nu zitten we nog steeds bij Hello Kitty. I know. Of Bar. Ja. Wow, ja, ik heb een tijger. Ja, jij hebt nog wel koele. Een tijger, serieus Marije. Marije, meiden van 14 slapen nu al in een mooi aesthetic bed. Weet je wat ik wil? Gewoon kleur of zo. Gewoon zoals bruin of groen of blauw of grijs of wit of zwart. Weet je ook niet. Eigenlijk lukt het, die vind ik wel een shit. Ja. Ja, dat is net zo'n pyjama. Van, kijk wat ik aan heb voor een pyjama. Het is roze. Weet je wat ik wil eigenlijk? Ik wil gewoon een Hello Kitty pyjama of zo. Gewoon iets afgekerkt van een kind. Ja, nou, welkom in mijn leven. Ik wil eigenlijk ook, weet je, dat heb ik ooit gezien. Het waren hele coole Hello Kitty schoenen. Die bleek nog steeds. Mensen moeten even in de comments achterlaten wat jullie geweerde. Oh jezus, ik zei echt zo. Wacht. We hebben geen andere keuze. Je kan nieuwe kopen, maar waarom zou je? Oké, dus jullie moeten achterlaten in de comments wat voor een beddek jullie hebben. Qua of wat jullie raarste dekbed is dat jullie ooit hebben gehad. Ik heb Tijger nu. En zij heeft nu Hello Kitty. Ik heb een koeien. Ja, die zijn gewoon fashionable. 100%. Oké, nou wij gaan slapen. Wat zeg je dan tegen de mensen? Die deze prachtige video hebben bekeken. Dag, bedankt voor het kijken. En like. Oh, dag.